10 mei 1940 werd Nederland overrompeld door de Duitse inval. En ons Maasdorp Kessel lag in de frontlinie. Tussen Venlo en Kesselhout lagen 3 Nederlandse compagnies van het 41ste regiment infanterie en van het 2e grensbataljon in bunkers en stellingen langs de westelijke oevers van de Maas. En de militairen probeerden tevergeefs de bezetter tegen te houden. En dat leidde ertoe dat de Kesselse bevolking die dag moest evacueren naar de Heldense bossen. 8 militairen, zoals we vandaag hebben gehoord, zijn daarbij gesneuveld. Gesneuveld voor het vaderland. En het bijzondere is dat ze nog steeds worden herdacht. Tijdens de Duitse inval in de ochtend van 10 mei 1940 sneuvelden aan de Maas in Kessel in totaal 8 Nederlandse soldaten. 1 van die 8 was Marie van Esch uit Haarsteeg in Brabant, die deel uitmaakte van de bemanning van kazemat G61. Een bunker die dient als actief verdedigingswerk tegen invallen van buitenaf en als een woonruimte voor militairen. Jarenlang is het niet duidelijk dat Marie van Esch gesneuveld is bij deze kazemat. Dankzij speurwerk van Piet Gommans uit Panningen is dit duidelijk geworden. Ook zijn zelfs de resten van de kazemat gelokaliseerd. Het begon eigenlijk heel klein met 1 vraag en het eindigde heel groot met een herdenking, een gerestaureerd graf. En uiteindelijk staan wij nu samen hier weer op die plek om het verhaal te gaan vertellen. Dit is het verhaal van Marie van Esch. We lopen nu langs de Maas, die op 10 mei 1940 de belangrijkste barrière vormde in de verdediging van Nederland. Het was een lange zoektocht om de kazemat te vinden die ik zocht, maar uiteindelijk heb ik hem toch gevonden. Van alle verschillende type kazematten blijkt achteraf dat de gietstalen koepelkazemat verreweg de beste bescherming bood tegen de zware beschietingen van het Duitse leger. Dankzij de vasthoudendheid en inzet van Piet Gommans van het Streekmuseum Het Land van Pelemaas worden de resten van de kazemat gelokaliseerd. Dat was ook voor mij het bewijs op deze plek dat ik goed zat in mijn zoektocht. We zien de dikte van de gietstalen wand, ruim 11 centimeter. En we zien ook de voorzijde van de schietopening, die ronding. Die is nog gedeeltelijk zichtbaar. Hij zit nog voor gedeelte in de beton. En in het begin boden die Nederlanders met de beperkte middelen die daar zaten toch nog best veel weerstand. Dat die Duitsers aan de overkant van de Maas, die hebben er eens wat kanonnen bij gehaald. En er waren brisantgranaten. En hij heeft de pech gehad dat er zo'n ding 10 centimeter voor de schietopening waar hij zat neer is gekomen. Dus er is weinig meer van over geweest. Ik heb een gevechtsrapporten gelezen van, hij is echt letterlijk door de midden geschoten. Hoe zwaar de bewapening was van beton en de dikte zien we hier. IJzer, beton, beton en nog eens beton. Ruim 1,5 meter dik. En de bovenzijde, die is nog zwaarder. En het is nog steeds de vraag, hoe is die vernield? Door de Duitsers of door de Nederlandse genie na de oorlog? Want de boeren wilden die kazematten allemaal van hun land af hebben. Want het was een sta in de weg. En op die grond waar die kazemat stond, kon niet geakkerd worden. De Duitsers die probeerden hier de Maas over te komen en vanuit de kazematten werd natuurlijk gevuurd. Het aantal slachtoffers is niet exact bekend, maar in 1 gevechtsrapport kom ik cijfers tegen van 40 gewonden en dode Duitsers op de Kunstweg richting Wesel. Ja, in elk geval is hier in 5-6 uur tijd toch een felle strijd geleverd en uiteindelijk kwam na beschieting met geschut en
een granaat binnen via, door het schietgat in deze kazemat. En is Marie van Esch, zo heet die soldaat, is hier op deze plek gesneuveld. De doorbraak lukte in Kessel-Ooijen. Daar kwamen de Duitsers inderdaad de Maas over. Hetzelfde verhaal. Een aantal kazematten werd uitgeschakeld, dus ze konden oversteken. En de linie is toen in Kessel zijwaarts opgerold. Dus vanuit Ooijen zijn ze van achteren en opzij hebben ze de bemanningen gedwongen om zich of over te geven, ja, of doodvechten. Ja, op een gegeven moment weet je, gebruik je gezond verstand ook als soldaat. Als het niet meer gaat, dan stoppen we. En ja, hij gaf niet op. Schijnbaar. Kijk, in zo'n dorp gingen er verhalen rond van dingen in de, ja, die er waren voorgevallen in de relationele sfeer. Ik denk dat dat het minste is geweest, maar het grootste aandeel is zijn karakter. Onbezettelijk. Wij zeggen het, bij ons in de buurt was een vreed manneke, het was een stoer manneke. Op elke foto wat hij opstaat, al ken hem niet, en ik heb dit verteld, dan pikt hem zo uit. En die eigenschappen hebben er denk ik aan bijgedragen. Dus het resultaat dat hij daar alleen is blijven zitten. Je hebt mensen die doorgaan als je beter op kunt stoppen. En ja, sommigen die gaan gewoon door tot het einde. En dan was het ook echt zo, dan maakte hem helemaal niks uit met de rest deed, al waren ze nou met 100 man teruggetrokken of met 1000 man. Hij had zijn eigen in zijn hoofd gehaald, ik blijf hier zitten. 77 jaar na zijn overlijden wordt Van Esch herdacht tijdens een speciale dienst in de kerk in Haarsteeg. Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen Nederland binnen. En op diezelfde 10 mei sneuvelde de 24-jarige Marie van Esch uit Haarsteeg in Kessel. Vandaag, precies 77 jaar na dato, wordt het ons gegeven om hem te herdenken. Een jaar geleden ben ik, en hoe weet ik ook niet, gewoon een inval op een zondagmiddag met mijn vrouw. Ik zeg, laten we eens naar de begraafplaats in Haarsteeg rijden en eens kijken bij het graf van oma Marie. Nou, dat heb ik gedaan, het was mooi weer, het zonnetje scheen. En wij komen die begraafplaats op en ik weet nog, uit mijn, 20, 30 jaar geleden waar ik ongeveer moest zijn. En ja, ik schrok me eigenlijk... om het zo maar te zeggen, kapot. En toen hebben we ook gezegd van, ja, eigenlijk dit kan eigenlijk niet zo. Het was, kijk, die grafsteen die stond er nog, maar hij was zo vervuild, alles scheef. En dat had die jongen ook niet verdiend. Hè. Ik bedoel, die is op zijn 24e gesneuveld voor onze vrijheid, waar we nou met z'n allen plezier van hebben. En toen heb ik eigenlijk voor de grap gezegd van,
eigenlijk zouden gerestaureerd moeten worden. Maar ja, dat is een heel klein zinnetje, maar je weet niet wat je zegt, want daar komt natuurlijk een hele hoop bij kijken. Toen zijn we naar huis gegaan en ik had al het plan opgepakt om eigenlijk hem leven, zijn dood en het gedeelte na de oorlog, want er zijn echt drie stukken, om er nou eens goed uit te zoeken, want hoe dat er nou eigenlijk zat, voor zover mogelijk. Maar einde van vorig jaar kreeg ik slecht nieuws van de dokters. En toen hebben we in plaats van het verhaal, dat hebben we eigenlijk weggeparkeerd even. En met fantastische hulp van de heemkundekring en de parochie en van Defensie, van hoog tot laag en alle organisaties, die hebben daar mee gewerkt. En op een gegeven moment hebben we eigenlijk als doel gesteld van, als we dan op 10 mei, dan is 77 jaar geleden dat hij gesneuveld is, laten we een soort herbegrafenis van maken. Voor mij is er in de tijd dus veel veranderd toen, ik denk dat dus dat eerste of tweede week van januari geweest is, dus dat ik van Mari een foto kreeg van het graf, ergens in de oorlogsjaren. Dan zie je dus die prachtige grafzerk. En wat mij dus toen opviel, dat was dus die graftrommel. En de graftrommel is een metalen bus met een glazen afdekplaat. En in die trommel, daar ligt dus een bloemenkrans in. En die bloemenkrans is gemaakt van metalen bladeren en van porseleinen bloemen. En dat is iets wat men vroeger op grafzerken dus zag, nu niet meer. Maar ik vond het ook heel erg mooi om dat dus terug te brengen. En toen is eigenlijk toch wel het idee dus begonnen om en dus die grafzerk dus te restaureren en daaraan te koppelen een plechtigheid in de kerk van Haarstig. Het biedt ons vanavond de kans om respect te betuigen en waardering te uiten. Respect en waardering bovenal voor de 24-jarige Mari van Es uit Haarsteeg die op 10 mei 1940 aan de Maas diende bij Kessel, ons land verdedigde en daarbij het hoogste offer bracht. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn, via de soldaten Mari van Es en Loek van Zon, de gemeente Peel en Maas en in het bijzonder natuurlijk het dorp Kessel, verbonden met de dorpen Vlijmen en Haarsteeg in de huidige gemeente Heusden. En vandaar dat wij ook graag op uw uitnodiging zijn ingegaan om hier met een delegatie uit de gemeente Peel en Maas, met in bijzonder Kessel, aanwezig te zijn. Ik vind ook de bijdrage van de Haarsteegse gemeenschap. Hè, er zaten echt heel veel mensen in de kerk die hebben het in de krant gelezen. En op een gegeven moment hebben daar weer publiciteit aan gegeven. Heel veel mensen vanuit de gemeenschap die, ik weet niet, uit interesse, daar viel mijn hele kerk zat, ik denk met een man of 300, helemaal vol. God, wij bidden voor al uw mensen, wie leven door geweld en oorlog zo gedeukt en gehavend is, dat alleen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hen uitzicht bieden kan. Dat ze nu en hier medemensen zullen vinden, luisterende oren en helpende handen, die hun bestaan draaglijk maken. Toen bleek dat Mari die middag gesneuveld was door Duits granaatvuur, werd Mari met andere gesneuvelden op het parochiekerkhof van Kessel begraven. Pastoor en kaplaan vonden het hun plicht deze soldaten als hun parochianen te behandelen. Namens mijn vader en de familie willen wij allen bedanken die een bijdrage hebben geleverd, hoe groot of klein ook, om zijn grootste wens uit te laten komen. Wij hopen dat wij samen met papa nog heel lang kunnen nagenieten en mogen terugkijken op deze bijzondere en onvergetelijke dag. Alle bijzonder bedankt voor jullie aanwezigheid. Thank you.
het project Restauratie Graf Monument is eigenlijk afgerond. Alleen, we willen tenminste een boek maken. Dus we hebben echt uitgebreid in kunnen gaan op wat er in Kessel gebeurt. Wat heeft hij in zijn diensttijd gedaan? Nou, dit is wel een onderwerp wat ons bezig blijft houden. Maar goed, dan in een wat ruimer verband. We hebben natuurlijk dus het sneuvelen van Marie van Es op 10 mei 1940 in Kessel. Maar in Vlijmen was er ook nog Loek van Zon die op die dag dus gesneuveld is in Kessel. Ik kom zelf uit Drunen. In Drunen heb je Marinus de Wit. En Marinus de Wit is op 10 mei gesneuveld in Roermond. Die zat in een kazemat bij de spoorbruggen in Buggenum. En op dit moment, ja, ik ben daar dan dus op dit moment dus mee bezig, maar ook in gedachten. En ik ga toch kijken of we niet volgend jaar, ook zo rond mei, dus weer een activiteit kunnen organiseren. Ja, over wat er op 10 mei hier in deze omgeving dus gebeurd is. Ja, en waar onze mensen, de mensen uit het werkgebied van onze heemkundekring, dus bij betrokken zijn. En dan is het dus Marinus van Es, of Marie van Es, Marinus de Wit, Loek van Zon. Maar dan wil ik ook kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen of er nog meer militairen bij ons uit de buurt dus hier geweest zijn. Een aantal kennen we, maar goed, we zullen dan proberen het compleet te krijgen. Misschien maak ik het af, misschien maak ik het niet af, dat weet ik niet. Ik ga er maar vanuit van niet, want dan moeten we wel zorgen natuurlijk dat er ja, een backup is. Hè. En dan heb ik mijn jongste dochter die het mee wil beheren. Ik heb een broer die bij mij is nou, die ook daar een flinke steen aan bij wil dragen. En dan hebben we Bart van de heemkundekring. Ja, die zal dan waarschijnlijk het boek van teksten zien en tenminste aanvullen aan wat er nog niet is. Maar kijk, als ik me nou niet slechter als zo ga voelen, dan moet ik in Nederland kunnen komen. Maar ik weet intussen dat het morgen weer een heel ander verhaal kan zijn. Dus ik ben al heel dankbaar dat ik dit allemaal mee heb kunnen maken. Ja, super. En ook, ik heb zoveel mooie mensen nou leren kennen. Piet Koopmans, mensen uit Den Haag van Defensie en Veteraneninstituut niet te vergeten. Ja, dat is geweldig. Super. Na 77 jaar is er een groot misverstand opgelost. We weten nu niet alleen in welke kazemat Marie van Es is omgekomen, maar de overgebleven resten van kazemat G61 maken het nog een stuk specialer.